ja, een streep op een landkaart, een grens. Maar hier dus, waar wij werken en leven, lopen nog meer grenzen. Dwars door Nederlands-Limburg, uit Duitsland, richting Vlaanderen of Wallonië. Ja, waar staan die dan op de kaart? Grenzen die je niet ziet, maar wel hoort. Wij zijn op zoek naar dat wat ons bindt. En tegelijkertijd ook zo van elkaar verschilt. De taal in de Euregio. Welkom terug bij ons onderzoek over taal en thuis. Dass der Dialekt wird in Deutschland leider empfunden als Hindernis, gut Deutsch zu lernen. Ganz klar. Hij is de kenner van de Duitse dialecten binnen de Euregio, Clemens Bayer. Man hört nirgendwo in keinem Geschäft oder sonst wo noch jemanden, der. Je hoort nergens meer, bijvoorbeeld in een winkel, nog het ouderwetse dialect. Er is wel een soort omgangsvormtaal die zich van het hoge Duits unterscheidet. Aber ich sehe schon, dass bei meinen Neffen und Nichten, die sprechen schon ganz anders. Maar mijn jonge neven en nichten, die spreken ook weer anders. Sprechen selbst diese kleinen regionalen Varianten nicht mehr, die ich noch benutze. Zij spreken veel meer Hoogduits en zelfs deze regionale variant niet meer. Nicht dat wat. Es sind Restbestandteile, die in meiner Generation noch relativ verbreitet sind, aber in der nachfolgenden Generation nicht. Auf der deutschen Seite ist das sicherlich dadurch verstärkt worden, dass die Rheinlande eine preußische Provinz wurden. Dat komt omdat in 1815 twee verschillende delen uit Duitsland samen zijn gekomen. De Pruisen en de Rijnlanders. Mensen hadden ineens met een andere taal te maken. Het hoge Duits uit Berlijn. Die ganz anders sprak. Berlin. En dat moest natuurlijk die voorstelling versterken dat dat wat men zelf spreekt onzureichend is. Het is leider eben nicht mehr so, dass wenigstens ein passives Verstehen da ist. Er ist, jammer genoeg, geen basale, gezamenlijke taal meer. De Nederlander verstaat geen Frans meer en vice versa. En de Duitser ook. Auf der deutschen Seite ist das genauso. Die Deutschen verstehen kein Französisch. Überhaupt nicht. Bis vor zwei Generationen war eben der Dialekt noch eine Möglichkeit, über die Grenze hinaus sich zu verständigen. Twee generaties terug was het nog mogelijk om via het dialect met mensen over de grens te praten hier. Zoals daar waar ik in de buurt van Kerkrade woon. Im Allgemeinen hat sich aber die Situation des Spracherlernens an den Schulen grundsätzlich geändert. Während in den Niederlanden ja noch bis vor twee generaties. Nu wordt op bijvoorbeeld Nederlandse scholen niet meer snel Duits als tweede taal gekozen. Engels overheerst. En natuurlijk, wenn ich wil dat mijn kind carrière maakt, dan moet dieses kind op Teufel komm raus eben Engels leren. Daar maak je carrière mee. Maar wenn hier einer dialect spricht, würde er van zijn Mitbürgern als etwas zurückgeblieben. Maar wanneer hier iemand dialect spreekt, bist du dumm, ne? Wordt dat als dom ervaren. In de grote steden, in Köln, in Bonn en in Aachen. In de grote steden, Bonn, Keulen en Aachen, daar is men nog wel trots op hun dialect. Omdat men het zo geleerd heeft. En toch wordt ook daar dagelijks steeds minder dialect gesproken. Immer weniger tatsächlich gesprochen. Continu belegeren legers de stij in de Euregio. Rink aan je naam. Rink aan je. Duitsland. Andauren. Trokken vreemde legers. Willen legers. De Rostkontreie. Belaaien armeen de steden in de Euregio. Armies were constantly laying siege to towns and cities in the Euregion. Les guerres faisaient beaucoup de tuer et une grande pauvreté. Krieg wäre ursidrare, der ne viel schade en armut volgt. Oorlogen werden uitgevochten met veel schooi, met veel schooi, veel schade en armoe. En armoe tot gevolg. En armoed doet gevolg. En het jof armoed. الحروب ادت الى كثير من الخسائر والفقر. Continu belegeren legers de steden in de Euregio. Oorlogen worden uitgevochten met veel schade en armoede tot gevolg. De legers van de broers Lodewijk, Karel de Kale en keizer Lothar
lieten een belangrijk document na. Die Straatsburger Eide zijn natuurlijk een ganz besonders wichtiges Sprachdokument. Een plechtige bevestiging van hun verbond uit het jaar 842. Deswegen interessant, weil deutlich wird, dass man innerhalb des Fränkischen Großreiches die jeweils andere Sprache nicht mehr versteht. Deze teksten zijn de vroegste bewijzen. Karl der Kahle schwört Ripuarisch. Van het gebruik van lokale dialecten. Ludwig der Deutsche schwört Altfranzösisch. Wil je meer weten over deze sleutel in onze taalontwikkeling? Clemens legt het uit in een extra deel. Een bonustrack van deze podcastserie. Oké, Sarah, ik ga je uitdagen. Je gaat zo dadelijk luisteren naar één dezelfde zin, maar dan hoe die door de jaren heen is uitgesproken door mensen uit de Euregio. Dus we beginnen bij het jaar 1 en gaan zo door de toekomst heen. We maken dus een soort tijdreis, maar dan zonder jouw trotse auto, helaas. Ja. De uitdaging voor jou, als je voor het jaar 2000 weet welke zin het is, trakteer ik op een Luikse wafel. Oké, deal. Ja? Hier ga ik. Duidelijk? Deal. Oké, hier komt ie. Luister goed. We beginnen dus bij het jaar 1. Wie is allei huso wegans gwe timiriame? Nos omnes domos uias gwe construemus. Klinkt echt heel Duits of zo. Echt een mengelmoes van alle drie de talen eigenlijk. To samane wir timmeren huso an die wegans. To samane Ik kan iets met... Tozamen, wir, wij allen, of samen. Ik hoor soms een woord waarbij ik denk, oh, dat woord ken ik uit het Duits of zo. Maar dan... Samen, samen weer, wonen en wij. Gaan wij wegen en wegen? Wij gaan samen huizen en wegen bouwen. Wij gaan samen huizen en wegen bouwen. Maar sorry, Sarah, dat was na het jaar 2000. Heel moeilijk om daar iets uit te halen. Ja, jammer, Saar. Niet gelukt. Geen Luikse wafel voor jou dus. Ik zal even kijken of er nog ergens een droog Hollands biscuitje te vinden is. Een taalkundige heeft dit dus onderzocht. Michiel de Vaan. Ja, een Hollands biscuitje. Hoe lang ben je nou bezig geweest met dit onderzoek? Nou ja, die zinnetjes, die kan ik in een uurtje maken. Dat is niet het probleem. Want de gegevens zitten gewoon in mijn hoofd. En een paar dingen moet je dan even opzoeken. Van als ik precies dit jaar heb, wat zal ik dan nemen? Het is ook maar gewoon een ambacht. Waarom wilde jij zo graag dit weten? Wat triggerde jou? Ja, kijk, uiteindelijk bij alle historische dingen is het zo. Je vraagt het uit interesse. Hè? Je kunt er geen boterham extra door eten, zeg maar. Of een dag langer door leven. En uiteraard word je er als mens... beter van, of misschien moet ik zeggen als gemeenschap beter van. Als je weet waar je vandaan komt, wat er gebeurd is, de wereld om je heen begrijpt. Wat is nou het verschil tussen hoe we toen hebben gesproken en hoe we nu spreken? Hebben we langere woorden of is het tempo van praten anders? Of, We weten niet hoe snel de mensen vroeger praten. In sommige situaties zullen ze ongetwijfeld ook snel hebben gepraat. En dat zal mee hebben geholpen aan het afslijten, zoals ze dat dan... zeggen van de woordvormen. Je wilt iemand iets zeggen en in principe vaak zo weinig mogelijk tijd daarvoor gebruiken. Zeker als je in een situatie bent waarin je samenwerkt en je wilt iemand iets duidelijk maken bijvoorbeeld. Dus er zijn ook sociolinguïstische redenen waarom taal verandert. Maar dan heb je het misschien iets minder over de woordvormen, waarom de woorden korter of langer worden, maar waarom je ineens een ander woord gaat gebruiken. Omdat je ook met taal speelt, creatief bent met taal. Grapjes, je wilt indruk maken op iemand anders. Hoe bedoel je dat? Als er mensen zijn die veel invloed hebben in hun omgeving. Je zou dat kunnen vergelijken met influencers in de sociale media. Dan kan dat navolging krijgen. Dus de woorden die zij gaan gebruiken, de nieuwe vondsten die zij hebben gedaan, die gaan andere mensen dan overnemen. Laten we nog één keer luisteren naar die ene zin. En dan horen we hoe die zin klinkt in het jaar 1500, in het jaar 1000... in het jaar 500 en in het jaar 1. En tussendoor vertel je ons hoe je aan deze klanken en woorden gekomen bent. We gaan samen huizen en wegen bouwen. Het jaar 1500. We gaan samen huizen en wegen bouwen. 1500.
hoog Nieuw-Nederlands. Samen boeien weer hoezer en wijg. Samen boeien weer hoezer en wijg. Hebben Duits, Frans en Engels zich dan al tot een aparte taal ontwikkeld? Ja, dus alle Germaanse talen beginnen vanaf 300-400 uit elkaar te lopen. En dat worden dan uiteindelijk gestandaardiseerde talen zoals Engels, Duits, Nederlands. Maar dat is een late ontwikkeling van na 1500 dat je echt standaardtalen krijgt. Daarvoor sprak gewoon iedere regio zijn eigen dialect en dat was steeds in beweging. Dat was ook niet vastgelegd. Dus in 1500 heb je in Maastricht praat ze iets wat je Maastrichts kunt noemen. Niet iedereen sprak hetzelfde, maar we weten te weinig om te zeggen van in die tijd, in 1500, spraken mensen uit, milieu, uit een hoger milieu, zus en een lager milieu. Zo. Dus dit is een beetje een gemiddelde, kun je zeggen. We gaan samen het jaar 1000. Het jaar 1000. Oud-Nederlands, ofwel Oud-Neder-Frankisch. Tozamen weer boeien hoes en wegen. Het bouwen en wij, die twee hebben omgedraaid, dus nu is het weer boeien. Het woord en heeft hier nog de d, en als in, net zoals in het Engels and. Die is later weggevallen in het Nederlands. Goed, we zitten vanaf 1200, kun je zeggen, hebben we echt schrift voor het Nederlands. Dus we zitten, als je in het jaar 1000 gaat zitten, dan zitten we daarvoor, maar nog niet zo ver daarvoor dat we echt helemaal in de dikke mist zitten. Het jaar 500. West-Germaans. To samane weer timmerin husu an die wega. To samane weer timmerin husu an die wega. Er is inderdaad hoegenaamd geen geschreven bronnen. Er zijn wat runeninscripties. Runen, dat was het eerste Germaanse schrift wat ze in de Romeinse tijd hebben ontwikkeld. Maar waarin ze weinig deden. Ze voerden daar geen administratie in. Maar af en toe werd er op een wapen een naam van de bezitter geschreven. Dus het is vooral de reconstructie inderdaad. Welke klanken moeten er geweest zijn om te verklaren wat je later vindt in het Duits, Engels, Fries, Nederlands. Ja. Sommige dingen kun je natuurlijk herkennen, zeker als Limburg. Het element hoes van huis, dat is hetzelfde gebleven. Het jaar 1. Proto-Germaans. Wies allai huso wegans hue timiriame. Wies allai huso wegans hue timiriame. Latijn. Nos omnes domos huiasque construemus. Nos omnes domos huiasque construemus. En wie sprak die zin nou zo uit? Was dat de boer, de bisschop of de ambtenaar? We weten dat de Latijn gesproken wordt. In het begin alleen door mensen van het leger, handelaren. Later wordt dat algemener. Voor het Germaans, dat weten we niet precies. Op het platteland kunnen dat toch al tientallen procenten zijn geweest. Maar misschien is hun Germaans niet het Germaans dat aan de basis heeft gestaan van wat later het Nederlands wordt. En dan het Gallisch, wie sprak dat? Ja, dat is dan min of meer wat daarover blijft. Oké, en hoe klinkt die ene zin dan? Wij gaan samen huizen en wegen bouwen in het jaar 2500. Circa 2500. Engels. Au wie apot azen jöts. Au wie apot azen jöts. Het idee is dat de basis Engels is. Dus je hebt vrij zelden echt gemengde talen. Meestal neemt een van de tweede overhand. Dus kijk, het bepalende is de sociaal-economische ontwikkeling. Ja, als misschien Engeland instort en Amerika ook. Ja, misschien wordt het Frans dan wel weer de belangrijkste taal. Of het Russisch, ja, je weet het niet. Het rare is, hè, in Terra Mozana werken we dus met Walen, Vlamingen, Nederlanders en Duitsers samen. En wat spreken we onderling? Engels, ja. Engels. Nee, maar dat hebben we ons dus ook aangeleerd. Archeoloog Erik Wetsels. Dus het was eigenlijk best wel raar, want ik was gewend om een Waal toch dan te proberen te bereiken met mijn Frans.
Vervolgens vertikte hij of zij het om tempo een beetje terug te brengen. Want dat heb ik dan wel nodig, want anders kan ik het ook niet volgen. Maar toen de Duitsers erbij kwamen, daar ging het al een stuk minder. Die spreken overigens ook niet zo heel goed Engels, maar... Ja, maar dat is wel een beetje een idee in ons hoofd. Hè? Want iemand die in Aken opgegroeid is en iemand die in Heerde is opgegroeid, die kunnen elkaar echt wel in het Duits en in het Nederlands heel goed verstaan. Leonie Kornips, hoogleraar taalcultuur Limburg. Een student van mij heeft bijvoorbeeld de vergaderingen van de provincies binnen de EU-regio geobserveerd. Van tevoren wordt gezegd, mensen, we vergaderen wel in onze eigen taal. En natuurlijk ontstaan er wat problemen. Bijvoorbeeld een Duitse vertegenwoordiger kan heel moeilijk het Nederlands verstaan. En dan wordt er even door de voorzitter in een Duitse samenvatting gegeven. Maar die talen van de EU-regio worden allemaal gesproken en er wordt geen Engels gebruikt. Maar even een ander voorbeeld. Er wonen nu heel veel buitenlandse, Hollandse en buitenlandse studenten in Maastricht. Ik heb er al een paar keer meegemaakt dat ik op een terras zit of in een café zit. Could you please order in English? Dan zeg ik, nu wieso? Dat vind ik heel raar. Dan denk ik, ja, wacht even, jij komt hier naartoe. Even omgedraaid, als ik naar Griekenland ga en ik ga in een Grieks café werken, wat verwachten ze dat ik daar spreek? Grieks, ja. Precies. Ik vind het heel wonderlijk dat we dat zo accepteren. Wat zeiden ze toen? Ik heb gewoon 2 pils besteld en ik kreeg het. Het klinkt best conservatief. Ik ben tegen verandering, dus het is niet... Nee, ik denk niet dat het te maken heeft met tegen verandering zijn. Het klopt overigens wel dat ik niet voorop loop in... weet ik niet. Maar op dit punt ben ik zeker niet progressief. Nee, ik heb bijvoorbeeld voor het vreselijke woord lockdown, ik vond het echt niks, heb ik een Maastrichtse woord bedacht. En ik had zoiets, ja, dat kan dus niet. Wat was het woord? Koffinement. Sorry? Koffinement. Lockdown is vergrendelen, feitelijk. Franse basis. Wat is lockdown in het Frans? Confinement. Nou, ik denk, wat doet de Maastricht? Nou, hij gaat de trek en een beetje verbazen. Dus ik denk van confinement, maar confinement. Ment. Ja, ja. Just be compliment, adjustment, et cetera. En dat zijn bewegingen die zich nu al afspelen, maar die zich regelmatig hebben afgespeeld. Taalexpert Loes Pronk. 18e eeuw, die kent een geweldige verfransing, zoals we nu een verengelsing krijgen. En die verfransing, dat was toen la langue universelle, de wereldtaal. En de enige mogelijkheid om hoger op te komen als gewone jongen of meisje was via het Frans. Want als je geen Frans kende, telde je niet mee. Op het moment dat iedereen chic gaat doen en Frans gaat spreken, krijg je dus dat de autochtone mensen, de mensen van het dorp of de stad, zich verzetten tegen die dingen. We spreken dus eigen taal en daar zijn we trots op, begrijp je? En denkt u dan ook dat als we over een paar honderd jaar echt meer Engels praten, dat er dan ook nog een vorm van Maastricht is? Dat is een interessante vraag. En dat is echt interessant voor de EU-regio. Waarom staat het dialect in Limburg, waarom staat dat zo sterk? Want als je de grens overgaat naar Duitsland toe, of naar België, dan merk je dat in België het Nederlands veel steviger staat. Daar spreken de mensen, als je die aanspreekt op straat, in het dialect kijken ze raar. En in Duitsland, als ik even de grens overga bij Sittard, in Gangelt kom, dan vinden ze dat al. Wanneer werd dat gesproken, weet je wel? Wij hebben strak vastgehouden. En het voordeel is, ons dialect, dat spreken we ook met iedereen. Ja, het maakt ook wel meestal verbinding tussen jong en oud. Hè? Omdat je denkt dat in dat dialect de relatie wat makkelijker is, wat warmer is. Engels is voor mij nog altijd een vreemde taal. Dat is heel gek. Terwijl ik me veel meer thuis voel in het Frans. Maar dat is toch heel raar dat we een taal gaan spreken die in alle omringende landen geen moederstaal is. Dus dat we een taal gaan spreken die ergens op een eiland ontbedacht. Ja, je kunt ook zeggen, het is de verkeerstaal. Je moet daar niet te zwaar aan tillen. Het is een verkeerstaal. Zie je die grenspaal daar? Is die hele hoge toren dus precies het punt? Nee, daar is het punt. Ik ben hier dus nog nooit geweest. Nee, maar dat kan toch niet? Dus nog niet. Er komen de bussen Aziaten van mijlen ver hier naartoe om te kijken naar het drie landenpunt. Ja. Moet er 30 minuten vanaf zijn. Ja, maar daarom zie ik dit als een uitgelegen. Kijk, daar is dus een labyrint. Omdat het zo normaal is, omdat het zo dichtbij is, dat je dan het niet bijzonder genoeg vindt en dat ik er dan dus niet snel naartoe ga of zo.
Kijk, het is echt een toeristische attractie hier. Ja, het is eigenlijk kun je even timen hoe lang we erover doen om één rondje door de EU-regio te doen? Oké, daar ga ik, hè. 3, 2, 1. Ja, ik ben er weer. 3 seconden. 3 seconden door 3 landen tot de hele EU-regio. Cool, hè? En bij deze paal, Bas, zetten we een punt achter ons onderzoek. Wat heeft het jou gebracht? Ik denk dat ik misschien wel veel minder Engelse woorden ga gebruiken, omdat ik zeg maar weet hoe die taal nou is opgebouwd en hoe bijzonder onze taal eigenlijk is en al die dialecten. En ja? Ja, eigenlijk wil ik het. Ik denk dat ik het wel wil koesteren zoals het nu is. Maar goed, sommige ontwikkelingen kun je ook niet tegengaan. Maar ik denk toch dat het ergens wel moet blijven. Weet je wat ik eigenlijk super bijzonder en fijn en mooi vind aan onze ontdekking? Dat ik snap waarom ik me thuis kan voelen in Aken en in Luik en in mijn eigen geboorteplaats en woonplaats. Omdat we eigenlijk, deze regio is eigenlijk al super lang verbonden met elkaar. Want het gaat er niet om hoe we elkaar verstaan, maar het gaat erom dat we elkaar verstaan. Vuil verhalen vertellen ons verleden tussen Maas en Rien. Beko d'histoire, raconte nos passé. Het moes erin. Vele geschichten erzählen unsere Vergangenheit zwischen Maas en Rijn. Heel veel vertelseltjes. Zagen en vertellingen. Vuil verhalen vertellen ons verleden tussen Maas en Rijn. عدة قصص تتحدث عن الماضي بين ماس ورين. تشماس ورين.